Assembleeleden struikelden erover dat het ministerie van Justitie en Politie weinig middelen geautoriseerd heeft gekregen, terwijl er sprake is van verruwing van de criminaliteit. Minister Jennifer van Dijk-Silos heeft maandagavond bij beantwoording van vragen over de supplementorenbegroting aangegeven dat door de precaire situatie er onvoldoende middelen vrijkomen om de criminaliteit afdoende te kunnen bestrijden, schrijft Star News. Na de mededeling vroeg de fractieleider van de NDP, André Misikaba, om een interruptie. Lid Misikaba. Het is heel dringend, voorzitter, dank u wel. Omdat ik natuurlijk hetgeen de minister enkele ogenblikken terug van haar had gehoord in de pers, maar wanneer dat ook in de landsvergaderzaal wordt gezegd, dan moet ik wel erop reageren wanneer de minister stelt dat er geen kredietopening wordt verstrekt, waardoor de broodnodige middelen die nodig zijn om de meest basale zaken in het kader van de veiligheid te garanderen. Voorzitter, we gaan ervan uit dat er eenheid van binnen de regering is, eenheid van bestuur. Dus het kan niet in, voorzitter, bij mij dat dat op die manier wordt gesteld. Ik vraag graag dat de VP inkomt en ons duidelijkheid verschaft, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik ga ook lid jullie interruptie geven, maar ik vraag dat we even dan hierbij blijven en dan niet een ronde op dit moment doen. Lid jullie. Voorzitter, ik denk dat de minister van Justitie gelijk heeft en ik moet haar ondersteunen, voorzitter. Voorzitter, de minister van Justitie heeft meerdere malen geklaagd, ook hier in het parlement een keertje, voorzitter, dat ze een gesprek zal aanvragen met de president. Ik denk dat de minister van Justitie en Politie bewust is van haar verantwoordelijkheid, voorzitter. En dat inderdaad, wanneer wij kijken naar de begroting van het ministerie van Justitie en Politie, voorzitter, wij zien hier dat er zoveel artikelen zijn waar 0 cent is geautoriseerd, voorzitter. En ik neem aan dat de minister van Justitie en Politie wel geld heeft gevraagd. Het is goedgekeurd op de begroting van 2016. En wat is het probleem wanneer de minister hier heel eerlijk zegt, voorzitter, dat ze geen geld krijgt om haar werk te doen, voorzitter. Ik vind juist dat de minister eerlijk is, voorzitter, en dat we inderdaad hier in Slaans vergaderzaal eerlijk en oprecht voor de dag moeten komen, voorzitter. Dank u wel. Ja, vicepresident vraagt het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de minister, als zij stelt er is geen kredietopening gegeven, dat het zeker zal voorkomen. En niet nu alleen, maar ook in de toekomst. Dat wij zeker, en die discussies hebben we vaak, en er zijn vele ministeries die de broodnodige financiën moeten krijgen, dat het inderdaad wel voorkomt. Dat moet ik gewoon gelijk geven aan de minister, dat het voorkomt dat er gewoon geen middelen op dat moment beschikbaar zijn. Maar dat is natuurlijk een generalisatie, als op de manier hoe het gesteld is, maar we moeten niet ons zorgen gaan maken dat er geen prioriteit gesteld wordt. Want waar de eerste middelen aan gaan is waar levens in gedrang zijn, volksgezondheid en dat soort zaken. En criminaliteit behoort direct daarna ook in het rijtje. Wij doen alles eraan om die middelen beschikbaar te zetten, maar die moeten er eerst zijn. Als we nu kijken naar het beleid, we blijven maar de analyses doen. Ik wil niet direct antwoorden op de vraag die gesteld is, van wanneer komen de maatregelen in tijdlijn. Die zijn in tijdlijn. De komende dagen zullen die maatregelen die verlichting ook brengen, zodat die garanties voor criminaliteit en